Easy, come on. Get on spaghetti legs, baby. Let's go. Echt waar. Oh. Hoeveel heb jij verdiend met die live sessies? Wat ben ik blij dat ik hier ben opgegroeid, man. Ook mooi om te zien dat je gewoon met minimale middelen wel gewoon maximale output kan hebben. En ik denk dat dat ook gewoon anderen kan motiveren. Van hé, je hebt ook niet het allergekste altijd nodig. Waar ga je eigenlijk heen? Ik ga naar een ravefeest. Welkom en tof dat je kijkt naar Day One All Access, mede mogelijk gemaakt door Philips OneBlade. In deze serie loop ik mee met ondernemers die ik inspirerend vind. En deze week is dat... Defano Holwijn, de man die in coronatijd een van de meest succesvolle online talkshows van Nederland opzette. Defano is YouTuber, rapper, acteur en Expeditie Robinson deelnemer. Vandaag duiken we de gym in, gaan we langs bij Daily Paper, maar we beginnen in de Bijlmer, waar Defano opgroeide en nog steeds woonachtig is. Zo, schoenen uit, hè? Graag. Alles netjes. Dit is het domein, hè? Het domein, inderdaad. Wat ja. Fijn om uitgenodigd te worden op de plek waar eigenlijk een heel groot van jou, stuk van jouw succes is begonnen. Hoe ja, is niet per se begonnen, maar inderdaad, het was wel weer een soort nieuwe kickstart of zo. Ja. Ja. Want het is dus mogelijk, ik zit wat laag, maar... Prima. Het is dus mogelijk om vanuit huis met je telefoon een live show te creëren waar honderdduizenden mensen naar kijken, waar de media over praat en waar je gewoon een carrière op kan bouwen via je telefoon. Dat heb jij hier gedaan. Ja, hoe je het zo opstond, denk ik van hé, is gek man. Ja, hoe kijk je er zelf naar? Deze woonkamer, ik ging op deze stoel zitten, deed een lichtje daar aan. Sfeerlichten aan, ik zette mijn cam neer, ik had een houdertje voor mijn telefoon en dat was het gewoon man. Geen fancy shit, geen dure setup. Ook mooi om te zien dat je gewoon met minimale middelen wel gewoon maximale output kan hebben en ik denk dat dat ook gewoon anderen kan motiveren van hey, je hebt ook niet het allergekste altijd nodig. Je moet ergens het idee vandaan halen. Klopt. En hoe ontstaat dat en waarom ga je het dan toch doen? Wat miste je waardoor je het ging doen? Ik ging gewoon een keer live. Ik had 200 mensen die keken en ik dacht wow, ik vond 200 echt veel. Naarmate ik het vaker deed, steeg gewoon de kijkers. Toen dacht ik van hé, volgens mij heb ik gewoon iets in handen man. En ik wilde altijd al een soort show. Dus ik dacht hé, dit is gewoon mijn show man. Het hoeft niet fancy, het hoeft niet op tv, het hoeft ook niet per se op YouTube. Ik doe gewoon een live show op Instagram. De eerste keer had ik 200. De tweede keer had ik 400, de derde keer had ik 800, de vierde keer had ik 1000. Ja. Dus als je het eenmaal ziet stijgen en je merkt ook gewoon de feedback is goed, toen wist ik eigenlijk al meteen vanaf de vijfde, derde, vierde keer dat ik live ging, wist ik af, hé. Dit is het. Dit is het man, dit is het. Dit is gewoon, en niemand doet het. Dus ik wist ook van dit is gewoon eigenlijk ja, een soort gat in de markt. Toen dacht ik wel, en ik wist ook dat de andere cijfers van andere mensen die live gingen en zeg maar live gaan is echt... Ja, is een soort van iets magisch, want Amerikanen gaan live, DJ Khaled gaat live en heeft maar 2000, 3000, 4000 mensen die kijken. Van een Wijnaldum tot een Depay, die zeiden, hey, ja man, ik check het ook. Dus toen wist ik van, oké, dit gaat echt, ja, het gaat gewoon echt viraal, gaat gewoon echt gek. En kijken waar dit heen loopt. Zeg maar. Wie was de meest gek in je live, dat je echt dacht bij jezelf, wat doe jij in mijn live sessie? Hoe dan? Hoe kom jij hier? Rich the Kid. Ja? Of een keer was Robbie Williams in de live via Brahim Fouradi. Dan ga je live, heb je duizenden mensen die kijken. En Robbie Williams komt langs, een Memphis Depay, Wijnaldum. Dan zeggen mensen, ja, nou die Defano die is daar geld mee aan het verdienen, dat wil je niet weten. Hoeveel heb jij verdiend met die live sessies? Eerlijk, want mensen denken dat jij daar waarschijnlijk gewoon... Dat je daar tonnen aan hebt verdiend. Ja, dat is absoluut niet de waarheid. Dat natuurlijk. Is absoluut niet de waarheid. En mensen dachten ook echt van, hé bro, dit is gewoon een goudmijn. Ja. Zo werkt het helemaal niet. Kijk, aan de live sessie zelf verdien je sowieso helemaal niks. Dat is gewoon heel gratis. En nu wil bijvoorbeeld Insta komen met dat kijkers ook donaties kunnen doen. Ja. Dat je op die manier geld kan verdienen. Nou, deden ze dat maar allang. Ik bedoel, van 58.000 kijkers als een keer iedereen een eurotje denkt over te maken. Ja, nou. Wat terecht zou zijn, want het is een fantastisch format. Natuurlijk ben ik zelf bekender erdoor geworden en is
zijn daar dingen uit voortgevloeid. Zoals een expeditie waarschijnlijk. Precies, maar de live zelf, daar heb ik ja, eigenlijk 0 euro aan verdiend. Ik bedoel van bro, ik zat hier vaak van 10 uur in de avond tot soms 3 uur in de nacht. Gewoon voor niks. Ik wist dat ik mensen uit een soort ja, dal haalde eigenlijk vanuit die coronaperiode. En daarnaast wist ik zelf van oké, ik bouw wel echt iets op. Je bouwt online equity op, dus je bouwt precies. Een basis op waarvanuit je kan gaan werken. En mag ik dan deze aan jou overhandigen? Alsjeblieft, de One Blade. Dankjewel, the one and only. Is het belangrijk voor jou om goed voor jezelf te zorgen? Want je ziet er wel altijd aan die foto's van jou te zien. Ik ben een van de ambassadeurs van uiterlijke verzorging voor de heren. Want de heren, ik zeg je eerlijk, de heren laten het een beetje liggen, man. Ja, heel veel mensen vinden het gewoon niet belangrijk. Bijvoorbeeld als je nu naar mijn nagels kijkt, dan zie je ze glimmen. Ja. En heel veel heren sturen mij gewoon berichten. Met, ja, bro, ben je homo? Of wat is er met je? Je moet ze gewoon knippen en dan is het al goed. Bro, verzorg jezelf, man. Je lichaam is echt belangrijk. Je gezicht, man. En de vrouwen vinden het vies. De vrouwen vinden het gewoon ook niet mooi, man. Nee. Dus als je gewoon even jezelf verzorgt, het is goed voor jezelf. De vrouwtjes vinden je nog leuker. En ja, het is gewoon top, man. Ja, en we gaan voor onszelf zorgen, want we gaan naar de gym. Ja, zeker. Maar we gaan ook nog even door de wijk heen lopen, want er is hier voor jou veel gebeurd. Hier ben je in principe opgegroeid, volgens mij. Zeker, zeker, man. Ja. Hier ben ik opgegroeid. En we gaan nog even langs Daily Paper. Ja. Let's go. Schoenen aan. Go. Hey, maar dit is dus waar je bent opgegroeid. En hier woonde je toch ook eerst? Ja. Hoe moeilijk is het om als jonge jongen hier succesvol te worden? Ja, hoe moeilijk is het? Ja, ik weet niet. Ik vind het echt een blessing, man. En ik snap dat er natuurlijk mensen zijn die denken van... de Belmer, wil je daar opgroeien? Maar voor mij was dit gewoon... Dit was het, man. Dit is het zelfs. Kijk, sowieso heb ik, dat ik het mooiste of het beste vind voor je ontwikkeling... om tussen heel veel culturen op te groeien. Ja. Omdat ik gewoon denk dat je dan gewoon... Je snapt de wereld dan gewoon beter, man. Ja, als je gewoon met één slecht... Letterlijk met één bevolking... Ja, dan... Snap je maar één bepaald gedeelte van de wereld. Precies. Ik kom gewoon heel veel verschillende mensen, culturen en gewoonten tegen. En ik denk dat dat gewoon je wel maakt. En ik zie de Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, gewoon een broedplek van talent, man. Er komt zoveel talent hier vandaan. Voetbaltalent, muziektalent, kunsttalent, noem het op. Zat ik vanochtend aan te denken... Je bent ook trots, man, als je ernaar kijkt. Ja, man, zeker, man. Ja. Echt. Omdat voor mij, omdat ik er vanochtend aan zat te denken van... Hey, wat ben ik blij dat ik hier ben opgegroeid, man. Ja. Dus ja, dit is gewoon mijn buurtje, man. Gezellig. Ja. Alleen deze smerige, ondergekakte brug, dat is het enige. Ja, dat is dan iets minder, maar dat maakt... Zijn we gaan staan voor het shot. Kom maar, hallo. Hey, dit is de basisschool. Wereldwijs. Hier is alles begonnen, man. Maar hoe was je als kind dan? Want als je hier dan terugkijkt op het schoolplein... Was jij dan het vervelende kind, het rustige kind, het gezellige kind? Ik was sowieso heel goed op school. Ik was wel. Wow, waarom zeg je die ja zo verbaasd? Nee. Die man zegt ja? Beetje clown van de klas, ja. Maar wel altijd respectvol. Dus niet, ik ging nooit over het randje. Ja, gewoon, ja, popiopie zou ik het niet willen noemen, maar wel, ja, popiopie, beetje. Toch wel. Hey, dan gaan we van het schoolplein gaan we naar de gym. Ja, man. Uiterlijke verzorgdheid is belangrijk. Is belangrijk. In een expeditie ben je wel een beest. Holy fuck, waar ik 7 kilo ben aangekomen als dikke Harry daar aankomt, ben jij helemaal afgetraind. Ik ging fully op conditie, man. Dus ik was juist wat minder geworden. Ja. We gaan de sportschool in. Let's go. We zijn in de gym, fantastisch mooie gym trouwens. Ja. We hebben het schema gezien. Waarom ben jij je aan het op voorbereiden? Want dit doe je niet zomaar. Nee man, ik doe mee aan de Hyrox fitness competitie. Jij doet tegenwoordig ook nog even fitness competities erbij? Ja, soms even tussendoor, even je grenzen verleggen. En dat doe ik in duo's. Ja. Dus ik doe het met een grappie van mij, mijn kickbox trainer ook. Ja. Elia heet hij. En het wordt afzien. Is nog maar een gedeelte van jouw schema? Ja, dat is een heel klein gedeelte. Dit is, ja. Vergeleken met het echte werk is dit nog wel schattig. Zullen we beginnen? Want mijn gezicht begint te jeuken van de pre-work. Van het begin tot de witte streep, op en neer.
deze manier traint, is het met je fit. Echt zwaar. Oh, oh, is volhouden. Good job, good job. Kijk hem, stiekem. Alles opgespaard. Huh? Dit was een workout van 30 minuten. Eén keer per week dit doen. We zitten erop, man. Ik zeg eerlijk, krachttraining is niks vergeleken met dit. Oh, is... Waarom? Ja, het geeft me een kick, man. Ja, hè? Het geeft me een kick. Om even die boost te krijgen, man. Dan kan ik de rest van de dag gewoon beter aan. Ik voel me er beter door. Ja. Je ziet er ook gewoon beter uit als je dit doet. Ja, je lichaam, man. Ja. Tempo, tempo, tempo. We gaan naar het volgende wat je belangrijk vindt. Ja. Kleding. Kleding, ja, man. Bij de mannen van Daily Paper. Die ook echt staan voor goede dingen. Goede dingen doen. Staan voor de culture, dus... Let's go. Wil jij nog even, ga ik nog even op het gras liggen. Oh. Man. Zo, je bent iemand die van kleding houdt, je wil er goed uitzien. Zeker. Ik zie dat je vaak met jongens op stap bent, je gaat zelfs naar het buitenland. Ja. Oh ja, we waren natuurlijk in Ghana, was ik bijna vergeten, man. We waren natuurlijk gewoon met Daily Paper in Ghana. Ja. Dat was ook echt een sikke ervaring, maar deze mensen staan gewoon voor mooie dingen. Eenheid, ze verbinden, staan voor de culture. Drie jongens met Afrikaanse achtergrond die... Zulke mooie, gekke dingen doen, man. En echt ondernemers ook. Echt ondernemers. Ja. Echt inspiratie, hoor. Ja. Echt inspiratie. En ze staan ook echt voor doen waar je in gelooft. En vooral je identiteit en je achtergrond niet verloochenen. En dat zie je ook gewoon terug in de kleding. Zit terug in hun communicatie naar buiten. Je ziet terug in hun verhaal. En ze maken nog eens gewoon super kleding. Zullen we gewoon allebei een outfit uitzoeken en dan kijken we op het laatst wie wat heeft gekozen? Ja? Go! Kijk, alleen heb ik die... Ja, ik heb gewoon niet de juiste schoenen aan. Dus dat maakt het dan weer een beetje jammer. Maar die doen we wegdenken. Ik ga wel een beetje meer voor die sporty look. Want ik weet dat De Fano gewoon stijlvol gaat. En ik ga meer voor die sporty look. Op 3, 2, 1... Aan de schouw. Het is wel groen. Ja, het is wel groen. Ja. Ja, een beetje groenig. En jij komt... Voor welke occasion is deze stijl? Ik ga even een hapje doen, man. Ik ga even een hapje doen om de hoek. Smiddags, avonds? Ja, smiddags gewoon, man. Ja? Gewoon relaxed. Casual. Ja, casual. Okay. Gewoon. En jij? Waar ga jij eigenlijk heen? Ik ga naar een ravefeest. Ik vind het ook leuk dat zeg maar, het groen van hier komt hierin terug. Daar is over nagedacht. Ja, dat had ik ook met het groen vandaar. Ah, staat weer dus. Daar is over nagedacht. Ja. Daar is over nagedacht. Dus we laten de mensen beslissen, ja? Ja, zeker. Dus wil je gaan raven of wil je gewoon casual gaan eten met bijvoorbeeld je vriendinnetje of een paar vrienden? Het is duidelijk natuurlijk dat ik de competitie heb gewonnen. Daar hoeven we niet heel lang over te praten. Laat het nog even weten in de comments. Het mooie aan deze serie is dat je verschillende ondernemers ziet. En ook verschillende kanten van het ondernemen. Van Defano die duizenden mensen naar een live Instagram show weet te trekken. Tot Shahid die tegeldepot runt. Hoe mooi is dat? En allemaal zijn ze inspirerend op hun eigen manier. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was de aflevering van vandaag. Vergeet niet te abonneren. En wil jij die One Blade winnen? Ga dan even naar onze Instagram. Kom nu in beeld. Dit was hem. Ik ga mijn spullen pakken en lekker naar huis. Ciao.